Ik mag u en jou welkom heten bij dit herinneringsmoment van het Flevo Ziekenhuis. Fijn dat je meekijkt, meeluistert naar dit moment waarop we even stil willen staan. Misschien met de nodige aarzeling, misschien met vragen en emoties. Maar wat ons met elkaar bindt is het gemis en het verdriet om een mens die ons lief is. Je kijkt en luistert mee vanmiddag om een collega te gedenken of je kind, een ouder, een partner, een vriend of vriendin. De bijzondere tijd waarin we leven maakt het ingewikkeld om elkaar te ontmoeten en de herinnering levend te houden. Maar misschien is het ook nog wel intenser dan anders. Er is een bepaalde angst om het virus en wat dat met mensen heeft gedaan en nog doet. Het doet ons ook verstillen en nadenken. Het geeft ons soms ook een nieuw perspectief. Een nieuwe manier van leven. Hier in het ziekenhuis is vanaf de eerste golf het spannend geweest. Samen hebben we geprobeerd om goede zorg te verlenen en ook goed voor onszelf te zorgen. Tot op vandaag wisselen gevoelens elkaar af. Er is nog steeds onzekerheid en spanning over hoe het verder zal gaan en of de zorg dit aan kan. Velen zijn ziek geweest. Sommigen hebben een geliefde verloren aan deze ziekte. En juist daarom hebben we nu dit moment van bezinning en stilte. Van herinnering en geraaktheid. Van herdenken in liefde. We doen dat met woorden, met muziek, met het noemen van de namen en het leggen van een bloem. Zo willen we vandaag ruimte geven en zichtbaar maken wat meestal stil en onzichtbaar in onszelf leeft. We geloven dat dit ons goed doet en dat het ons helpt om verder te kunnen gaan. U kreeg de gelegenheid om een naam door te geven van uw dierbare. En als u dat heeft gedaan, zal die naam straks klinken. We zullen ook stilstaan bij degenen wie namen niet genoemd zijn. Ook die namen resoneren in ons hart, want ook zij worden gemist. De pianomuziek waar we naar luisteren wordt gespeeld door Gitar Kavarian. We gaan nu luisteren naar het eerste pianostuk. Thank you.
Een gedicht van Leo Vrooman. Al het nodige. Zie je langs een lege straat een beweging in het gras? Waar geen uitleg voor bestaat, neem dan aan dat ik het was. Hoor je midden in de nacht iets wapperen wat niet wapperen kan? Schrik eerst en vertel mij dan wat ik zo tot wapperen bracht. Mijn heese woorden in de wind, mijn handen op je lieve hoofd, dat in wonderen gelooft. Geloof maar wat je nodig vindt. In onze hoofden en harten klinken de namen van degene die we verloren hebben. Een moeder, een vader, een dochter of een zoon, een vriend, vriendin, een collega, een cliënt. Het zijn onze dierbaren. En hun namen gaan we zo meteen noemen. De pianist zal ons begeleiden. Dan steken wij een kaars aan. Een kaars voor alle mensen van wie we afscheid hebben moeten nemen. En ook een kaars voor alle namen die dan nog niet genoemd zijn, maar die ook worden gemist. We volgen dan met een stilte, waarna de muziek weer zal klinken. Laten we gaan luisteren naar het volgende muziekstuk. Onze collega van de kinderafdeling. Onze collega van de chirurgie, Ilse Telkamp-Horstman. En onze collega van de polydermatologie, Caroline Weda. Jacoba Alida Hak Gerritsen. Arend van Oosten. Jennifer Okai. Destiny Evan Uwota. Sarika en Jagdis. Tineke Tabak Sas. Gerard Tans. Jeannie Timmerman de Kok. Tonia van Asselt. Lisette Lees. Kees Botman. Frans Veldmeijer. Cor Thijs. Astrid de Laporte. Arie Koelman. Elisa Tweebeke. Augustijn. Ouders Paulides. Zwagers Peter en Marcel. Rita de Leeuw, Tasje. De peetouders de Vries. Ernst van Beek. Mildred Sluisdom. Rob den Oudsten. Chris Munnikus. Siwa Hondeman Jean. Mieke Gouwens Mulder. Mevrouw S.A. van Rijswijk. En Johan Hagedoorn. Thank you.
Ter gelegenheid van deze dag hebben wij een boom geplant. Hier, deze binnenplaats van het Flevo ziekenhuis. Terwijl de zorg doorgaat 24 uur per dag. Jullie allemaal herinneringen hebben aan momenten hier, dagen hier. Is er hier op deze stille plaats altijd deze boom. Deze plek om naar terug te keren. Om stil te staan. Een levend monument. Die symbool staat voor het hele leven. Opkomen en vergaan. Bloeien. Bij deze boom, bij dit monument, gaan we vandaag bloemen leggen. De cliëntenraad, vertegenwoordigd door Pim van den Toorn en Saskia Scheurman, zullen bloemen leggen voor alle patiënten die in of onder zorg van het Flevo ziekenhuis zijn overleden. De ondernemingsraad, vertegenwoordigd door Sonja Blijleven en Tanja Scherpenzeel, zullen bloemen leggen voor alle medewerkers van het Flevo ziekenhuis die zijn overleden. Dirk-Jan Lagerwij en Charlotte Molenaar zullen namens het team Geestelijke Verzorging bloemen leggen voor alle andere dierbaren van wie wij afscheid hebben moeten nemen.
We bedanken u dat u vandaag gekeken heeft en meegeluisterd met deze herdenkingsbijeenkomst van het Flevo Ziekenhuis 2020. Mocht u de behoefte voelen om contact op te nemen met een van ons, onze contactgegevens komen straks in beeld. En we hopen dat u op deze manier stil kunt staan bij het verlies. De plek waar een dierbare is overleden blijft je altijd bij. En we hopen dat we met het planten van de boom die plek wat dichterbij hebben kunnen brengen. Dichterbij wat meestal stil en onzichtbaar in ons leeft.